Vandaag zijn we in Gramsbergen. Wij gaan meedoen met de 5 kilometer lichtstadloop. Dit is een loop dwars door het dorp Gramsbergen heen. En ja, het moet hartstikke leuk versierd zijn volgens de organisatie. En er moeten veel applaudisserende mensen aan de kant staan. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het startnummer opzoeken. En ik ga de start opzoeken. En ik zie jullie zo weer. Ik heb de inschrijfbalie gevonden. Wij gaan er eens eventjes ons startnummertje afhalen. Hallo, ik kom mijn startnummer ophalen. Ja, en wat loop je, 5 of 10? De 5. En wat is je naam? Rossing. Ik ben weer heel benieuwd, zoals gewoonlijk. Jan Rossing. Hartstikke bedankt. Rosso's Running Channel, onthoud het. En jongens, even subscriben, liken en druk even op het belletje. Wij gaan ons startnummer nu even bevestigen. Nou, de headcam is weer bevestigd. Wij zijn nu bij de start en wij gaan de 5 kilometer doen. Dit betreft 2 rondjes van 2,5 kilometer. Jongens, geniet ervan. En ze zijn vertrokken. 155 atleten zijn van start. Deze 21ste in Lichtstad, 155 atleten, mensen, dat zijn er al wat. Hier in Gramsbergen gestart, 155 atleten op die mooie afstand, de 5 kilometer.
the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. Nou, net even een lekker drankje gehad. Het is een prachtig mooi loopje dit. Het gaat echt dwars door het dorpje Gransbergen heen. Nou, en je ziet echt al het moois wat Gransbergen te bieden heeft. Kijk jongens, mooie fakkels erbij. Wat wil je nog meer? Nou, ik ga nog even weer een stukje verder. Want anders komen we nooit bij de finish. Ik zeg, tot aan de finish. Yo! Cause I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, offend the man on the jukebox, and then we start a dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me, say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Come on now, follow, now, follow. Come on now, follow my lead. Come on now, follow, now, follow, now, follow. Come on.
Talk for hours and hours about the sweet and the sour. And now your family is doing okay. Leaving, getting the taxi, then kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was set me for somebody like me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Yeah.
rendezvous. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating. Uit Emmen. Het hele parcours gevuld. 4,74. Dat was hem dan. De 5,5 kilometer lichtstadloop. Jongens, ik ga even op adem komen. En we gaan direct naar het heerlijke speciaal biertje. Door naar de afsluiting. Yo! Dit was hem dan. De lichtstadloop in Gramsbergen. Redelijk dicht bij huis, redelijk dicht bij Emmen. Een prachtige loop ook. Ik ben 2 rondjes dwars door Gramsbergen heen gekomen. En ik moet je ook zeggen, wat een vrolijk volk hier allemaal. Alles zat te applaudisseren langs de lijn. Ze hadden leuke beelden neergezet. Het was mooi versierd. Ze hadden helemaal gelijk op de website. Nou, even niet vergeten jongens. Eventjes subscriben. Like deze video. En druk even op het belletje. En daar doe je mij ook weer een heel groot plezier mee. We gaan nu eens eventjes kijken wat er ons weer meegebracht is. Vandaag krijgen we, ja hoor, het is natuurlijk weer een Belgisch biertje, de Sint Bernardus Triple. Zullen we eens even kijken hoeveel procent in dit biertje zit, want dat zal ook wel weer veel te veel zijn. Ik kan het niet eens meer lezen, het wordt al te donker. Al die avondloopjes, nergens goed voor. 8%, 8% zit er hier alweer in. Tja, niks aan te doen. We moeten het er maar mee doen. Hij is wel heerlijk koud. Eens even gaan kijken of die ook gaat ploppen. Die plopte wel heel erg goed. Misschien een beetje te goed. Nou ja, daar is zeer weinig aan te doen. Wij gaan eens eventjes
proeven hoe deze smaakt. En dan laat ik jullie even horen hoe die smaakt. Bitter. Het is een beetje een heel bitter biertje. Er staat ook verder weinig over op. Alleen dat het een product uit België is. En het wel grappige, de Bernard NV, waar dit gebrouwen wordt, zit aan de Trappistenweg. Nou, wat wil je nog meer? Ik denk dat dat geen toeval is. Jongens, ik ga deze even heerlijk opdrinken. Jullie geniet eventjes van het einde van deze video. Duurt nog 10 seconden. En ik ben er volgende week, zaterdag ben ik er weer. Of deze zaterdag al. Dan gaan wij naar Ruinerwold. Ik weet de naam van de run niet precies meer. Oh ja, de Dijkhuizenwegrun of zo. Of de Dijkhuizenrun. Dat zal wel een hele mooie run gaan worden. Wij gaan nu genieten van Pilsje. Wij zien elkaar volgende keer weer. En geniet van het leven. Geniet van de week. En geniet van het weekend. Proost. Ja, echt wel een beetje bitter, hoor. Beetje bitter.